vandaag hebben we een premier. Walking handbal in Volendam. Nou, wij zijn in contact gekomen met het Nationale Ouderenfonds. En wij hebben samen eigenlijk iets opgestart. Een aangepaste vorm van handbal, waardoor ook ouderen op late leeftijd dus bij de handbalvereniging kunnen komen. Op een laagdrempelige manier komen ze in beweging. Een stukje ontmoeten. En ook dat ze overdag uiteindelijk in de sporthal dus ook samen kunnen komen. We hopen de komende jaren dat dit verder uit zal groeien in Nederland. Tot we ook een volwaardige sportbeweegvorm binnen de All-Stars Family. Lichamelijk is het natuurlijk heel belangrijk omdat je uit je stoel komt en beweegt. Je hoeft niet behendig te zijn of fanatiek te zijn. Het is gewoon gezellig. Bewegen zonder dat je er eigenlijk erg in hebt. Dat je eigenlijk wel veel beweegt omdat je het met elkaar doet en met een team doet. Ja, ik wil niet zeggen zwaar was, maar je beweegt en je gaat zweten. Ik dacht ook, ik hoef eigenlijk niet te douchen, maar wel hoor. Het is zo dat ouderen natuurlijk op allerlei manieren kunnen sporten. We kijken al 30, 40, 50 jaar naar handbal. Hè. Ik heb zelf nooit gedaan, dus dit is wel leuk. All-Stars Walking Handbal brengt sociale cohesie, brengt beweging. Brengt een laagdrempelijke vorm voor allerlei mensen om sportief en motorisch bezig te zijn. De gekkigheid, samen zijn. En vind het leuk met 8-9 vrouwen. En nu al hoort dat ze volgende week zeker weer komen. Nou, ouderen zijn niet alleen maar supporter of vrijwilliger. Het zijn ook gewoon sportievelingen. Maar ik vond het boven verwachting. Heel erg leuk. Yeah!